Wat een fijne tafel heb ik hier. Rob, ik begin eventjes met jou. Inclusiviteit is natuurlijk een heel breed thema, maar jij leeft, ademt dat onderwerp. Dus als ik jou midden in de nacht wakker maak en ik zeg, wat is voor jou? Wat versta jij onder een inclusieve samenleving? Dan zeg je meteen... Nou, voor mij is het echt dat het niet uitmaakt welke kleur je hebt, welke achtergrond, of dat je in God gelooft of niet, op wie je verliefd wil worden. Dat je in Nederland wordt beoordeeld op wat je doet, wat je wil bijdragen aan de samenleving. Dat eigenlijk het allerbelangrijkste is. Ja, ik geloof eigenlijk zo dat jij dat ook echt zegt meteen, 's nachts, als ik je wakker zou maken om, om deze vraag te beantwoorden. Je bent heel veel in gesprek geweest met allerlei mensen uit de Black Lives Matter beweging. Heb je het gevoel dat we echt op een keerpunt staan? Sowieso zie je het afgelopen jaar dat er veel meer gedemonstreerd is dan ooit tevoren. Misschien dat in ieder geval onze generatie zich dat kan herinneren. Je merkt dat in eerste instantie mensen dachten, ach, scholieren die gaan staken voor het klimaat, het zal wel overwaaien. Black Lives Matter is echt iets voor Amerika, speelt in Nederland eigenlijk niet. Ik ben heel erg onder de indruk van alle mensen die demonstraties volhouden. En die ook politieke partijen aanspreken van ja, het is nu ook wel tijd om in actie te komen en er ook politiek vervolg aan te geven. Ja. En ik probeer zelf op Instagram inderdaad veel live te gaan met mensen zoals Xu Yang bijvoorbeeld, om ook echt een podium te bieden voor mensen die hier elke dag mee bezig zijn, om te laten zien dat het belangrijk is, maar ook heel veel Nederlanders te laten ontdekken waar veel van onze landgenoten nog elke dag tegenaan lopen. En wat het meeste indruk op mij heeft gemaakt was een jonge dame bij een van de Black Lives Matter protesten die tegen mij zei, ja, jij kan je het misschien niet voorstellen, maar elke keer als ik in de spiegel kijk, dan zie ik eerst mijn zwarte huidskleur en realiseer ik me op hoeveel achterstand ik dan sta ten opzichte van jou als witte man. En dat podium, dat wil ik bieden aan iedereen die hiervoor in actie komt. Ja, ja. Xu Yang, jij hebt dus in een van de live sessies van Rob Jetten gezeten. Lijkt me een hoogtepunt om mee te maken natuurlijk. Hoe kijk jij aan tegen die Black Lives Matter beweging? Soms denk ik wel eens, we zitten dan in ons eigen kringetje het heel erg met elkaar eens te zijn dat dit super belangrijk is. Maar heeft het nou echt een breed genoeg draagvlak? Hoe zie jij dat? Ja, ik denk zeker wel dat het een bepaalde draaglijk heeft. Ik denk ook dat het heel veel blinde vlekken heeft geopend die eigenlijk altijd dicht zijn geweest, maar altijd al hebben bestaan. En ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we inderdaad bepaalde platformen weggeven of andere mensen een platform geven door ruimte te blijven maken en ook actief verandering teweeg proberen te brengen. Ja, waar vind jij dat de beweging nu staat? Waar ik denk dat het nu staat? Ja. Ik denk dat er heel veel ophef is en dat heel veel mensen vanuit hun privilege een bepaalde defensiemechanisme krijgen. Zo van, maar ik ben geen racist. En dat vanuit daar heel erg moet gekeken worden naar een bepaalde erkenning en bevestiging. En ook een bepaalde empathische vermogen om echt een bepaalde ervaring te kunnen te voelen door echt te luisteren in plaats van constant je eigen mening door te drukken. Ja. Dus ik denk wel dat het een begin is nu, maar we moeten gewoon door blijven pakken. Ja. Dus er is iets van bewustwording, alleen het roept ook nog heel veel verdedigingsreflexen op bij mensen. Ja, van, exact. Het is heel leuk ik bedoel als je het niet zo. Precies, en dan kan je wel zeggen van we gaan het doen, maar wat is dan het echte actieplan, zeg maar? Ja. Ja, precies. Hajar, jij was tot 2 weken geleden nog VN-jongerengezant. Lijkt me heel erg balen als je zo'n jaar, als je zo'n functie vervult in een periode dat je niet de hele tijd naar de VN kan reizen in New York. Ja, hoewel dat natuurlijk voor het klimaat wel goed is, maar ja, hallo. Dat dan weer wel. En voor mijn slaapritme ook wel een beetje hoor, dat ik iets meer kan uitslapen thuis. Nee, maar nou ja, goed, gelukkig. De kerntaak van ons werk is wel gewoon altijd nog met jongeren hier in Nederland in gesprek zijn. Ja. En dat kan je gelukkig wel voortzetten. Heel veel Zoom-sessies, heel veel online, maar in ieder geval dat nog wel doen. Ja. Ik kan me super erg vinden in wat Xu Yang zei. Kijk, ik denk dat het allerbelangrijkste op dit moment gewoon in de hele beweging is dat we hem doorpakken. Wat ik wel echt super mooi vind om te zien is hoeveel mensen zich aan het onderwijzen zijn, weet je wel. Ik weet nog wel op het begin dat iedereen ook op social media heel veel jonge mensen echt hun best deden om te leren van, hey, wat betekent zoiets als white privilege? Waar komt de beweging vandaan? Wat is er misschien de minder mooie kant van onze geschiedenis als Nederland? En dat soort dingetjes, dat onderwijzen is zo belangrijk. En ik denk, als je misschien nu gaat kijken naar waar we zijn, zien we denk ik 2 belangrijke dingen. Dus aan de ene kant dat volhouden. Aan de andere kant zie je wel, en dat is denk ik misschien ook meteen een goede tip voor als we verder willen gaan. Je ziet dat heel veel organisaties wat willen doen met inclusie, wat een super mooie trend is. Maar je ziet heel vaak dat ze dan aan bijvoorbeeld werknemers van kleur gaan vragen of die andere mensen op de werkvloer willen educaten over, hey, hoe heb je meer inclusie? Hoe moeten we omgaan met thema's zoals racisme? Kijk, als die werknemers dat graag willen doen, is het echt super tof en super prima. Maar je ziet heel vaak dat je eigenlijk mensen van kleur dan nog een extra taak oplegt om anderen te educaten, terwijl dat ook nog eens dan zeg maar een onderwerp is wat sowieso al mentaal iets beladener is, zeg maar, voor
dat soort mensen. Dus ik denk als we daarin verder willen gaan, dan is het ook goed dat we zeg maar, nou ja, of een gewoon betalen voor werk wat gewoon best wel mental labor is, of dat we gewoon externe bureaus daarvoor inzetten en niet zeg maar die burden ook nog leggen zeg maar bij mensen van kleur in die zin. Je zit helemaal in je Engelse lingo. Dat is erg, hè? Komt natuurlijk door de VN. Ja, dat krijg je niet weg na een jaartje thuis zitten, zeg maar. Nee, dan gaat het alsnog. Hartstikke goed, want dat betekent dat jij je boodschap op een heel groot podium zult kunnen verkondigen. En je bent nog hartstikke jong, dus het lijkt me geweldig. Jij bent begonnen met een speech over sociale polarisatie. Wat mij heel interessant lijkt, want wat ik net al zei, we zijn het in deze kleine kring, of steeds groter wordende kring, wel met elkaar eens. Maar hoe bereik je de mensen die zeggen, ja, hallo, je pakt mij mijn Zwarte Piet niet af? Want die zijn er natuurlijk nog steeds heel veel. Ja, dat is een goeie. Ik denk dat dat best wel begint bij ook wel een cultuur creëren waarin het oké is om je mening te veranderen. Wat je heel vaak ziet is ook zeg maar, je wil niet dat het een bepaalde ego-strijd gaat worden. Want ik denk dat heel vaak mensen misschien zelfs al bang zijn zeg maar, dat ze dan inderdaad als racist worden gezien. Dat ze als eerste instinctieve reactie hebben van oké, ik ga die discussie helemaal niet aan. Maar ik ga gewoon meteen zeggen van hey, doe dat nou niet. Weet je wel, er super fel op ingaan. En ik denk dat er echt die ruimte moet zijn, weet je wel, om te zeggen van hey, het is oké als je misschien nu, doordat je meer bent gaan leren over dat soort thema's, je mening verandert. Ik denk dat je daarmee al een hele grote groep hebt. Lang niet iedereen hoor. Dat zal ik ook echt niet denken dat je iedereen daarmee overboord kan krijgen. Maar ik denk dat er best wel stiekem een grote groep is hoor. Die nou eigenlijk niet erin mee wil gaan omdat ze eigenlijk bang zijn om een label te krijgen van racist of omdat ze heel erg in hun ego springen. En ik denk als je dat een beetje kan omzeilen dat je hen wel mee kan krijgen. Ja. Ja. Een hele mooie ambitie. Ik hoop dat dat lukt. De politiek kan daarvoor natuurlijk ook een belangrijk draagvlak creëren. Ja, ik denk ook echt meteen, zij moeten gewoon de politiek. Ja. Het is gewoon echt de toekomst. Het is gewoon echt zo. Nou, Samira, die stap heb jij natuurlijk al gezet. Je bent de eerste Nederlandse Europarlementariër met Afro-Caribische roots. En daarin vervul jij natuurlijk naast jouw politieke taak, die daar los van staat, ook een voorbeeldfunctie, denk ik, voor heel veel mensen. Ja, het is een hele mooie eer natuurlijk om de eerste Nederlandse met Afro-Caribische roots in het Europees Parlement te zijn. En ik realiseer me elke dag dat mensen dat ook heel erg belangrijk vinden, omdat daarmee ook de boodschap is afgegeven. Jij kan het ook, wij kunnen ook, dus mensen die op mij lijken kunnen ook de norm zijn. Voor mij was het vroeger ook heel erg belangrijk om op zoek te gaan naar rolmodellen. En ik miste zelf ook mensen in de politiek bijvoorbeeld die op mij leken. En ik moet wel zeggen dat ik het heel laat vond, want pas in 2019 was ik de eerste. En dit gaat in essentie over representatie. Representatie is ook een recht en mensen hebben het recht om het idee te krijgen, de indruk te krijgen dat hun behoeften, hun wensen, de dingen waar zij zich zorgen over maken elke dag, dat goed wordt verwoord. Het is niet voor niets dat in mijn geval ook bij de verkiezing van Obama, maar recentelijk ook Kamala Harris, dat een enorme impact op mij maakte. Ja. En mensen vragen dan van ja, maar hoezo? Waarom heeft dat zoveel impact? En dan zeg ik ja, dat is de kracht van herkenning. En we moeten ons in de politiek en in onze machtige instituties realiseren dat heel veel kan uitmaken voor mensen. En ik probeer nu op mijn manier ook een rolmodel te zijn. Ja, hoe geef je daar invulling aan? Ja, dat doe ik door wel Samira te blijven. Kijk, Samira had wel gewoon een verhaal en heeft nog steeds een verhaal. Een verhaal dat gaat over tegenwerkingen, omdat ik, om wie ik ben, om hoe ik eruit zie. Een verhaal dat gaat over discriminatie, racisme meemaken in het onderwijs, op de arbeidsmarkt, maar ook op straat. En ik vind het belangrijk om die authenticiteit te behouden en om dat verhaal ook gewoon te blijven vertellen aan jongeren die mij ook vragen van nou, hoe ben jij er toch gekomen, ondanks die obstakels. En dan probeer ik ze ook uit te leggen van nou, zo heb ik dat gedaan en het is belangrijk om in jezelf te blijven geloven en het idee ook te behouden dat je ook het recht hebt om aan die tafels te zitten
Het is ook jouw recht om mee te doen in de samenleving. Ja, het recht op representatie, ja, dat is heel mooi gezegd. Je noemde net al dat je ook last hebt gehad van discriminatie. Dat is iets wat jij ook herkent, Xuyang. Je hebt er rondom het coronavirus mee te maken gekregen. Kun je vertellen wat dat heeft betekend voor Nederlanders met een Chinese achtergrond? Ja, ik denk dat het sowieso goed is om niet alleen Chinezen daarbij te betrekken, maar eigenlijk alle Oost-Aziaten. Dus iedereen die volgens het witte oog eigenlijk als Chinezen worden gezien, zeg maar. Dus dan heb ik het ook over Vietnamezen, Koreanen, Japanners. Voor het gemak op één hoop gegooid. Exact. Ja. Maar eigenlijk iedereen die er zo uitziet, die wordt eigenlijk belaagd. En in die periode was natuurlijk heel erg duidelijk dat het coronavirus werd ineens het China virus genoemd. En vanuit daar, vanuit de politiek, heb je natuurlijk een hele grote impact op een grote bevolking die heel veel nieuwsplatformen volgt en daarnaast ook een bepaalde besef met de realiteit verliezen. Mm-hmm. Er zijn heel veel mensen die alleen maar voor de kabel hangen, al helemaal tijdens corona, waar iedereen opgesloten thuis zat. En hun nieuwsbron zijn dan de televisie en de media, waarin zoveel framing voorkomt, dat je daardoor ook een bepaalde angst krijgt en een xenofobie voor verschillende dingen waar je eigenlijk geen tastbaar gevoel bij kan krijgen. Ja, ja. En ik heb in die periode ook heel bewust vaak ben ik thuis gebleven, omdat ik één was ik bang om het coronavirus te krijgen, maar daarnaast was ik dus ook bang voor racistische uitspraken en ook belaagd te worden op die manier. Dus, maar uiteindelijk voor mij is het een bepaald besef geweest. Dus wat ik net ook al zei, is dat er bepaalde blinde vlekken open zijn gegaan die eigenlijk altijd al waren. En dat heeft dit probleem wel bespreekbaarder gemaakt voor veel mensen. Ja, wat is er voor nodig om dat tegen te gaan? Je verwacht ook wel iets van de politiek, dat het benoemd wordt, gezien wordt. Ja, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat veel mensen niet beseffen is dat jij als er... je kan geen gelijkheid creëren door gelijke rechten te geven. Het gaat uiteindelijk om dat er generaties lang er heel erg een disbalans is ontstaan vanuit gelijke rechten. En dat het belangrijk is om vooral gerechtvaardigd te handelen. En bepaalde mensen handvaten te geven die ze nodig hebben om te komen op bepaalde posities zoals in de politiek. Die nooit tot ze heeft gesproken omdat ze dus representatie mist. Maar ook daadwerkelijk het financiële gedeelte of de kennis. En dat we dat dan echt geven, die tools geven om uiteindelijk ook dat recht te trekken. Ja. Dus dat is ook heel nadrukkelijk iets wat gebeurt vanuit de politiek. Jij strijdt daar, Samira, ook hard voor in het Europees Parlement. Ja. Kun je vertellen hoe? Ja, in het Europees Parlement hebben we 705 Europarlementariërs. En slechts 3% daarvan heeft dus een niet-Europese of niet-Westerse achtergrond. Ik ben daar dus één van. En als je dan in ogenschouw houdt dat we dus 50 miljoen Europeanen hebben, zo ongeveer, die een niet-Europese achtergrond hebben, dan doen we het zelf bizar slecht. Ik ben daarom heel blij om te zien dat de Europese Commissie dit jaar met een actieplan tegen racisme is gekomen. Dat is naar aanleiding van de gebeurtenissen in Amerika, naar aanleiding van de dood van George Floyd. Het Europees Parlement en waaronder ook de werkgroep waar ik co-president van ben, namelijk de werkgroep Antiracisme en Diversiteit in het Europees Parlement. Die hebben enorm gepusht om een resolutie te krijgen. Ook mijn eigen groep Renew Europe en de D66-delegatie. We hebben die resolutie gekregen naar aanleiding van de gebeurtenissen. En vervolgens heeft de Europese Commissie ook gewoon de eigen verantwoordelijkheid genomen om een concreet actieplan te lanceren tegen racisme en discriminatie in de samenleving. En daar hebben ze gelukkig ook bij bijstaan dat de eigen Europese instituties diverser moeten worden. We hebben gewoon te weinig mensen van kleur, te weinig jonge mensen, te weinig mensen met een arbeidsbeperking die in onze eigen instituties zitten. En dat gaat over de kwaliteit van onze wetgeving. De kwaliteit van de besluiten die we maken. Dus wij gaan hele belangrijke besluiten maken over deze groep in de samenleving. Maar vervolgens besluiten ze niet zelf mee. Ja. Nou, dus dit is een manier hoe we dat dit jaar hebben gedaan. En mijn eigen werkgroep die blijft enorm veel pushen in het Europees Parlement om het onderwerp op de agenda te houden. Het actieplan van de Europese Commissie heeft ook gezegd dat de lidstaten binnenkort met een eigen actieplan moeten komen. Een nationaal actieplan waarmee ze dus ook, dat moeten ze maken met lokale vertegenwoordigers, met het maatschappelijk middenveld. En dat betekent dat wij als Europarlementariërs daarop kunnen gaan controleren hoe dat gaat gebeuren, of dat goed gaat gebeuren. En daar zal ik me de komende jaren sterk mee bezighouden. Ja, ja. Want het kan wel. Jij zit er toch ook, denk ik. Nou, waarom zijn er eigenlijk niet meer, Samira's? Zeker, want ik zeg ook altijd, het is gewoon een drogredenering om te blijven beweren dat ze er niet zijn. Ja. Kwaliteit is er gewoon. Ook mensen van kleur, ook jonge mensen, die zijn kwalitatief genoeg. Ja. Alleen we moeten gaan investeren op een manier dat we anders zoeken.
dat we ook zelf aantrekkelijk zijn door middel van de onderwerpen die we agenderen. Dat we gebruik maken van rolmodellen. Mm-hmm. Dan ga je ook zien dat je andere mensen trekt. Ja, je noemt ook nadrukkelijk jonge mensen. Dat was een van jouw stokpaardjes. Hè? Je zegt de jonge mensen wordt te weinig betrokken in politieke besluitvorming. Is dat ook iets waar je naar moet kijken als je het hebt over een inclusieve samenleving? Dat jongeren betrokken worden? Ja, zeker wel. Dat denk ik sowieso. Je ziet ook heel vaak dat... Ik kom heel erg vinden in wat jij zei, Samir. Heel vaak hoor je ze wel zeggen van, ze zijn er niet of jongeren zijn niet geïnteresseerd. Ik denk misschien in eerste instantie dat wij op een andere manier geïnteresseerd zijn in maatschappelijke thema's. Want de mensen die op Instagram zitten, die zullen het bijvoorbeeld wel zien. Heel vaak denken ze dat jongeren helemaal niet met politieke thema's bezig zijn. Maar als je bijvoorbeeld gaat kijken naar, memes die worden gedeeld of grapjes die online worden gemaakt. Super politieke onderwerpen. Dus ze zijn er echt daadwerkelijk wel mee bezig. Maar ik denk gewoon dat het heel veel met jongeren doet als ze zien dat er weinig jongeren in de politiek zitten. Weinig representatie. En ook als de onderwerpen waarop gefocust wordt heel erg gefocust zijn op oudere doelgroepen, om het heel veel zo te zeggen. Dan ga je op een andere manier wel die betrokkenheid met politieke thema's vormgeven dan bijvoorbeeld op social media of op andere plekken. Maar als jongeren politiek actief zijn, dan kunnen zij ook de thema's die zij belangrijk vinden agenderen. Ja, en ik denk dat er ook al wat te zeggen valt over politieke partijen die dat nu al kunnen doen, om die jongeren daar ook naartoe te trekken. Maak het aantrekkelijker voor ze door er ook mee bezig te zijn. Dus ik denk in die zin dat het best simpel, de oplossing best wel simpel kan zijn hoor. Ja. We moeten echt niet onderschatten hoeveel jongeren geïnteresseerd zijn, want ik spreek ze dus bijna dagelijks. Ja. Ik spreek regelmatig met met jongeren, jij ook Rob, je weet hoe enorm enthousiast ze zijn. En ik verbaas me echt vaak over de vragen en de hele kritische gedachten die ze hebben. Van ik denk, hier is toch mega goed over nagedacht. Dit zijn hele slimme, talentvolle jongeren die het echt kunnen. Ja. Ja, en daar denk ik wel echt dat dus de klimaatstakingen en Black Lives Matter dit jaar ook iets bij de jongere generatie hebben losgemaakt. Ik geef zelf veel gastlessen op mbo's. En dat gaat eigenlijk altijd vanuit het thema vrijheid van meningsuiting. Is dan eigenlijk de basis van die gesprekken. Maar in die anderhalf uur dat je dan met 30 studenten aan het praten bent, dan komen ze er eigenlijk achter hoeveel de politiek nu invloed heeft op hun leven. Als het gaat om stagediscriminatie, om discriminatie op de arbeidsmarkt, om gewoon racisme dat je op straat tegenkomt. Dat is wat jongeren nu tegenhoudt om dezelfde kansen te krijgen om wat van hun leven te maken. En dan heb je natuurlijk politieke partijen die zeggen, de rechten in Nederland zijn goed geregeld, je vecht je maar in. Maar als je gewoon 5 keer minder kans hebt om uitgenodigd te worden met hetzelfde cv, omdat je toevallig de verkeerde achternaam hebt, dan voel je je niet, dat je dezelfde rechten hebt als andere Nederlanders. Dan voel je niet dat je de kans krijgt om echt wat van je leven te maken. We hebben het natuurlijk over jongeren nu, over wat voor huidskleur je hebt. Maar ik denk dat het, als we het hebben over inclusiviteit, LHBTI ook een belangrijk thema is. Wat dat betreft is Nederland natuurlijk heel lang een gidsland geweest. Ik kan me ook herinneren dat ik daar super trots op ben geweest altijd. Maar het lijkt toch alsof we op een bepaalde gekke manier teruggaan in de tijd, Rob. Ja, het is ook wel mijn eigen eye-opener geweest vanaf dat ik fractievoorzitter werd. Want ik dacht ook, Nederland is een super tolerant land en die homo-emancipatie is eigenlijk best wel af. Ja. Maar het was opeens een ding dat er een openlijk homoseksuele fractievoorzitter was. Ik schrok daar zelf ook wel van. En als je ook ziet wat we in Nederland nog moeten doen aan rechten voor transgenders, aan anti-homo-verklaringen op scholen. Jongeren die worstelen met hun seksualiteit, waar de aantallen zelfdodingen 7 keer hoger liggen dan bij jongeren die niet worstelen met hun seksualiteit. Dat moet eigenlijk voor iedereen alarmerend zijn om daar wat mee te doen. En het was prachtig dat we het eerste land waren waar het homohuwelijk is opengesteld. Maar sindsdien hebben we ook wel heel veel dingen laten liggen. Gelukkig heeft Vera Bergkamp van D66 met een aantal anderen ook veel met initiatiefwetten gedaan de afgelopen jaren. Ingrid van Engelshoven als minister van Emancipatie. Maar we moeten de komende paar jaar echt doorpakken als het gaat om het terugdringen van schelden en pesten richting homojongeren, transgenderrechten, noem het allemaal maar op. Wat dat betreft is de Black Lives Matter-beweging inderdaad een mooie spiegel. Als je terugkijkt naar het homohuwelijk wat in Nederland werd geïntroduceerd, dan denk je het is voltooid en dan laat je het versloffen. Nu kan je misschien denken, Black Lives Matter staat zo op de agenda. Ja. Nu weten we het allemaal wel, maar emancipatie is eigenlijk iets wat altijd aandacht en onderhoud vergt, omdat je zo makkelijk terugglijdt in vaste patronen en rituelen. Ja, ik vind het wel echt altijd inspirerend om te zien. Je ziet echt wel dat er nu een generatie is die zich echt zoveel uitspreekt tegen homofobie, islamofobie, racisme, xenofobie, transfobie, weet je wel. En dan denk ik wel echt van, als we dit doorpakken, als we naar de jonge mensen gaan luisteren, als we met hen gaan zitten en dat gewoon een podium geven, dan kunnen we zoveel bereiken. Dus ik denk echt, als ik dat in ieder geval zie, word ik echt super hoopvol. Ja. En nu nog voor zorgen dat ze de juiste plekken aan tafel gaan krijgen.
Ja, zeker. Ja. Ik kan me voorstellen dat er in Europa op dat vlak ook heel erg veel te doen is. Kijk je met veel zorgen naar bijvoorbeeld een land als Hongarije? Ja, absoluut. We hebben natuurlijk gewoon onze handen vol aan bepaalde lidstaten. Polen, Hongarije. Deze week notabene ben ik nog samen met mijn collega Europarlementariërs bezig geweest rondom een resolutie die we hebben aangenomen over de situatie, de abortuskwestie in Polen. Gelukkig is die resolutie aangenomen en staan er hele sterke eisen in. Als het gaat om de bescherming van vrouwenrechten, de fundamentele rechten van vrouwen. Maar dat is nog maar een voorbeeld van waar we mee bezig zijn. Ja. Het is ongelooflijk om te zien wat deze conservatieve, populistische bewegingen doen in Europa. En dat ze dus ook gewoon een plek hebben hier in dat parlement. Nou goed, dat is allemaal middels democratie gegaan, maar de dingen die ze doen en de dingen die ze zeggen, daar moeten we ons zo keihard tegen opstellen. Het vraagt om hele sterke tegenkrachten en die zitten hier aan tafel. Ja, dank jullie wel. Daarom is diversiteit zo belangrijk, want we kunnen het alleen maar bevechten als we ook de deur openstellen voor mensen die nu juist last hebben van discriminatie, uitsluiting in de samenleving, die zich sterk kunnen verweren tegen populisme. Diversiteit is ook een instrument tegen populisme. En het is niet alleen dus in Polen en Hongarije, hè? Want dat is de verbazing denk ik van afgelopen week, dat nu iedereen het zo gek vindt dat Thierry Baudet blijkbaar antisemitisch en xenofoob en zo is. Maar daar hebben wij als D66 natuurlijk al jaren voor gewaarschuwd. En er zijn partijen die zich tot het midden rekenen, die wel met Forum voor Democratie in coalities zijn gestapt in het zuiden van het land. Dus ook in Nederland moeten we er alert op blijven en ons blijven uitspreken. En dan met vier van deze dames aan tafel mogen zitten, is dan een eer. En voor ons allebei denk ik echt een aansporing om ervoor te blijven knokken. Heel erg bedankt voor jullie bijdrage. Inderdaad een ongelooflijk belangrijk onderwerp dat ook blijvend geagendeerd moet worden. Er is een heleboel te doen. Dank jullie wel voor jullie komst. Het is tijd